startende ondernemers kunnen vanaf vandaag met vragen over ondernemerschap terecht bij de ondernemersdesk via de website www.o-desk.sr. Willen zij persoonlijk contact, dan kunnen zij terecht bij de O-desk op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De O-desk wil ondernemers helpen om hen vanaf het begin van hun onderneming en bij elke stap die wordt ondernomen van praktische informatie te voorzien en advies te geven. Het gaat om advies op allerlei gebieden van het ondernemen, zoals administratie van het bedrijf, het opzetten van de boekhouding en het doen van belastingaangiftes. De O-desk is een van de middelen die de overheid inzet om ondernemerschap in Suriname te stimuleren. Volgens minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme zal de O-desk ook leiden tot meer werkgelegenheid en groei van de export. De toegang tot informatie voor de ondernemers vergemakkelijkt het ondernemen. Door deze informatievoorziening stimuleert het ministerie het ondernemerschap, waardoor ondernemen mogelijk wordt gemaakt. Ondernemen, mensen, betekent aanpakken, betekent durven, betekent uitdagingen aangaan, initiatieven nemen. Eigenlijk wat we in Suriname zeggen, dekati hebben. Dat is ondernemen. Iemand die iets onderneemt, iemand die aanpakt, die risico's neemt, die houdt natuurlijk van plannen, maar je moet informatie hebben. Je moet toegang tot informatie hebben om, laten we zeggen, planmatig te kunnen ondernemen. Want ondernemen is niet een dag opstaan en zeggen van nou, ik ga dit doen. Want als je dat iets gaat doen en je hebt geen planning en je gebruikt de informatie niet, dan is de kans van slagen veel minder dan wanneer je goed gepland, je alle informatie tot je hebt genomen, waardoor je ook in staat bent om de richting op te gaan waarvan je de overtuiging hebt dat je succes zal behalen. Maar nogmaals, het is niet gemakkelijk. Je moet, als je informatie hebt, is dat nog niet alles. Want je zult als ondernemer ook tegenslagen ondervinden. Aldus minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Startende ondernemers kunnen vanaf vandaag met vragen over ondernemerschap terecht bij de ondernemersdesk via de website www.o-desk.sr. En willen zij persoonlijk contact, dan kunnen ze terecht bij de O-desk op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.